Ja, mag ik een warm applaus voor Janneke Smulders? Ja. Hallo. Nou, ik zal meteen even kwetsbaar opstellen. Ik ben geen fotograaf. Ik ben sociaal ondernemer, maar ik ben wel dagelijks met fotografie bezig. En dankzij fotografie heb ik van mijn droom mijn baan kunnen maken. Mijn droom is dat alle jongeren die willen studeren, maar die dat niet kunnen door geldgebrek of door gebrek aan steun, dat toch voor elkaar krijgen. En niet door hun hand op te houden en donaties te krijgen, maar door zelf met hun eigen creativiteit dat voor elkaar te krijgen. En dat heb ik dus concreet gemaakt met behulp van fotografie. De jongeren die hier zitten, dat zijn Peruanen. Daar ben ik ook de helft van de tijd in Peru. En zij gebruiken hun camera om geld te verdienen voor hun eigen onderwijs. Dus het worden niet allemaal fotografen. Fijn voor jullie, geen concurrentie erbij. Maar fotografie als tijdelijk middel. Daar zal ik meer over uitleggen. Maar eerst even meer over het waarom. Want eigenlijk is Vermail, zo heet mijn sociale onderneming, is niet vanuit een vooropgezet plan ontstaan, maar eigenlijk heel speels en meer zo van het een komt het ander. Daarvoor moeten we 11 jaar terug. 11 jaar terug studeerde ik af. Toen ben ik met mijn vriend naar Peru gegaan met het idee om een niet al te ingewikkelde onderneming op te zetten in eerste instantie. Dat werd een vegetarisch restaurant. Om al ondernemend het dorp te leren kennen, wat we zo leuk vonden, wat we eerder al hadden leren kennen. En om vanuit die rol eigenlijk, gewoon een lokale onderneming, is kijken wat er allemaal is en wat we nog meer sociaal gezien zouden kunnen betekenen in dat dorp. Nou, dat ging vrij goed en ik kwam vrij snel in contact met een organisatie die werkt dicht bij de grootste vuilnisbelt van de stad waarbij we woonden. Op die vuilnisbelt werken families op zoek naar plastic, glas, metaal om dat te verkopen. En dus ook kinderen. En die organisatie die probeert die families te begeleiden om die kinderen van die vuilnisbelt af te krijgen en naar school te sturen. Dus ik dacht, nou, dat klinkt hartstikke mooi, ik ga daar eens langs. Misschien kan ik daar als vrijwilliger werken of als ik geen tijd heb, omdat ik in het restaurant werk, kan ik er vrijwilligers naartoe sturen. Dus ik ging daarheen en ik zag die vuilnisbelt dus zelf ook. En ja, je weet wel dat dit soort dingen bestaan, maar als je dat dus echt zelf ziet en ruikt, dat is toch echt schokkend. Dus je ziet kinderen tussen de varkens en ook het ziekenhuisafval zoeken naar plastic en zelfs ook nog dingen opeten als ze een halve zak chips tegenkomen. Dus ik dacht, ik ga vrijwilliger voor deze organisatie. Dat was huiswerkbegeleiding en andere leerzame activiteiten meehelpen. En toen dacht ik eigenlijk van, nou, misschien vinden ze foto's maken wel leuk. Hè? Dus ik ging met mijn 4 megapixel Minolta point-and-shootje ging ik daarheen. Ik ben dus geen fotograaf, maar ik dacht, zij hebben nooit met een camera kunnen spelen. Ik heb een camera, dus ik kan vast iets leren. En het bleek inderdaad ook dat zij nog nooit aan een camera hadden gewerkt. Ik merkte dat, omdat ze het knopje niet, sommigen duwden het knopje niet hard genoeg in. Dus ik dacht, ja, iets harder nog duwen, iets harder nog duwen. En als ze dan echt duwden, dan ging die hele camera nog mee. Dus de eerste foto's, dat waren vooral heupen en halve gezichten. Maar al snel leren ze. En ik moet ook echt zeggen dat die foto's in het midden, die zijn gemaakt in de eerste weken van de lesjes. En ook echt vlak bij die vuilnisbelt en vlak bij de woningen van die tieners. En toen ging ik wel iets verder denken van, ja, oké. Okay, wat zou het toch mooi zijn als ze die hulpbron is het eigenlijk. Lokale schoonheid is een gratis hulpbron. Dat kost niks. Als ze die kunnen vastleggen en omzetten in geld op de een of andere manier. Zodat ze van die vuilnisbelt af kunnen en dan ook tijd overhouden om dus naar school te gaan en het geld daarvoor hebben. Dus ik heb die kaarten gedrukt, of ja, ik heb er kaarten van gemaakt en in mijn restaurant gezet. En op de achterkant van de kaart ook steeds het gezichtje van de fotograaf en de naam. Zodat je meteen ziet, oké, dus als ik die kaart koop, dan steun ik dat kind. Dus nou ja, het begon leuk en aardig. En toen kwam er een klant en die zei, goh, het is leuk, je zou eens mee moeten doen aan een wedstrijd voor ondernemingsplannen tegen armoede. Nou ja, dat is inderdaad wel een leuk idee, maar ook leuk om dan zo'n heel ondernemingsplan te schrijven. Dat dwingt je tot veel meer, ja, om over details na te denken. En nou, dat ging goed en ik won de eerste prijs in die wedstrijd. Dus ik dacht, jeetje, dus ja, het is niet gewoon een leuk gek idee wat ik heb bedacht, maar zo'n hele serieuze jury vindt het blijkbaar ook echt een goed business idee. Ik won geld en daarmee kon ik meer camera's kopen, betere camera's natuurlijk kopen. En ook een grotere printoplage voor die kaarten maken. En er kwam wat perspubliciteit bij en daardoor kreeg ik meteen eerste klanten in Nederland. En zo is het eigenlijk gaan groeien. Ik heb mijn partner erbij gevraagd. En ja, we zijn inmiddels 9 jaar verder nadat ik het opgericht heb. En ik doe het al jaren fulltime. En ik verdien er zelf ook een bescheiden loon mee. En nou, dat had ik nooit gedacht.
op dat moment dat ik met mijn cameraatje naar die vuilnisbelt toe ging. En wat ik ook niet wist, en wat ik gaandeweg heb geleerd, is dat fotografie veel meer te bieden heeft aan jongeren dan alleen maar foto's maken om geld te verdienen. Maar het is een fantastisch middel voor jongeren, juist voor jongeren, om jezelf te ontwikkelen. En daarbij spelen drie dingen vooral springen in het oog. Ten eerste, ja, je kent allemaal het verschil tussen iets moeten doen en iets willen doen. En nou ja, ik heb ook in India dit project 5 jaar gedraaid. En in Marokko, en of ik nou in Marokko, India of Peru ben. Mijn ervaring is dat alle jonge mensen vinden het leuk om met een camera om te gaan. En in eerste instantie is dat vaak leuk, een camera met knopjes en gadgets en het ziet er stoer uit. Maar naarmate ze meer fotograferen hoor je steeds vaker dingen als, ja, als ik foto's maak dan ontspan ik en dan vergeet ik mijn dagelijkse problemen. Of ja, ik leer echt met een hele andere ogen naar mijn omgeving kijken. Dus dat zijn dingen die, ja, die extra geboden worden aan de jongeren. Dus ze vinden het leuk en daardoor gaat er een extra lichtje branden in ze. Een extra motortje draaien. Harder dan iets wat je ja, alleen maar moet. En in het leven van hun zit heel veel moeten. Dus dit is hartstikke mooi voor hun. Tweede natuurlijk creativiteit. Ja, daar kun je het uren over hebben. Maar creativiteit is iets wat iedereen heeft. Je moet het alleen ja, leren of kunnen gebruiken. En fotografie dwingt je natuurlijk tot creativiteit. Je hebt eerst niks, je gaat met een camera op straat lopen en je moet tot een foto komen. Dus je moet die creatieve keuze maken. Maar wat ga ik dan op de foto zetten en waarom en in welke hoek? Die jongeren die bij ons beginnen, die hebben vaak ja, weinig hun creativiteit gebruikt. Op school is het vaak blokken en kopiëren. En thuis is er ook geen tijd voor dat soort dingen. Dus het is in het begin best wel lastig. Maar ja, we doen natuurlijk oefeningen met ze. En het mooie is dat jongeren, wat ik heb geleerd over breinkennis, is dat jongeren juist eigenlijk een veel creatiever brein hebben dan wij hebben. He, want die frontale cortex die ons afremt in onze creatieve ideeën, die is bij de jongeren nog niet goed afontwikkeld, dus die doet het nog niet goed. En daardoor doen jongeren vaak ook impulsieve dingen en gekke dingen waar ze dan later spijt van krijgen. Maar het is eigenlijk een hele positieve creatieve kracht. En als je die in een veilige omgeving zijn werk laat doen, dan kunnen jongeren dus juist extra van creativiteit profiteren. Dus dat is ook zoiets moois dat fotografie hen kan bieden. En dan natuurlijk zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is natuurlijk sowieso belangrijk om te slagen in het leven. En fotografie ontwikkelt gewoon je zelfvertrouwen. Je moet je voorstellen, zo'n jongen die moet op straat gaan lopen en mensen om toestemming gaan vragen. Mag ik een foto van u maken? Dat is hartstikke eng. En in die lessen moeten ze hun foto's presenteren, ze krijgen er feedback op. En ja, zij zijn niet gewend vaak dat hun mening gevraagd wordt. Zeker de meisjes in India bijvoorbeeld. Dus in het begin zijn het echt gesloten oesterd. Maar door de veilige omgeving zie je ze dan langzaam ontspannen en steeds meer vertellen. En dat zelfvertrouwen, ja, dat groeit. Nou, al die mooie dingen die komen dan ook heel mooi samen in ons doel. Dus het doel met onze fotografie, met hun fotografie, is dat ze hun zelfvertrouwen en creativiteit ontwikkelen. En dat ze hun dus geld verdienen om hun eigen onderwijs te betalen. En dat kan van alles zijn. Dus het is helemaal niet de bedoeling dat ze allemaal fotograaf worden. Dat willen ze ook niet. Maar fotografie is gewoon een tijdelijk middel. Nou, dat lijkt voor elkaar toch? Creativiteit, zelfvertrouwen en een zak met geld, dan zal het wel goed komen, toch? Nou, de praktijk leert dat het toch ook nog wel eens mis kan gaan. En nou ja, dat kan ik niet allemaal vertellen in zo'n korte tijd, maar ik kan wel even kort aangeven per stap in ons werkproces wat de uitdagingen zijn. Nou, het lesgeven, dat is vooral een hele leuke uitdaging. Ik zei het al, ik ben geen fotograaf, dus wij werken het hele jaar door met vrijwilligers. Dat kunnen jullie als professionele fotograaf ook worden. Dat zijn mensen die passie hebben voor fotografie of het gewoon heel goed kunnen en het leuk vinden om kennis over te dragen. En ja, de uitdaging is om die lessen niet te strak te maken, want je wil natuurlijk zoveel mogelijk creativiteit ontwikkelen. Maar het zijn jongeren, dus ze hebben echt grenzen nodig. Ze hebben wel hele strenge regels. En nou, dat blijft altijd zoeken naar balans en dat is een heel leuk proces. Nou, die foto's moeten natuurlijk in de markt gezet worden. We kopen vooral in Duitsland en Nederland en België. En ik moet al die foto's bekijken. Ze maken natuurlijk duizenden foto's. En dan is het dus zaak om de juiste foto's voor de juiste markt te selecteren. En zoals je ziet, zie je op iedere kaart op de achterkant dus ook echt wie de foto gemaakt heeft. Naam, e-mailadres. En ze krijgen ook echt vrij veel e-mailtjes van de landen waar we de kaarten verkopen. Dus dat is hartstikke leuk voor die tieners.
Ja, en om dan de uitdagingen te benoemen. Ja, het is natuurlijk een krimpende markt, wenskaarten. Er worden er steeds minder verstuurd. En digitaal, voor digitale kaarten willen mensen niet betalen. Stokfoto's, die kosten ook niks meer tegenwoordig. Dus het is lastig. Maar wij zijn natuurlijk wel in de fairtrade-markt bezig. We merken dat daar nog wel echt groei in zit. Maar goed, misschien moeten we wel een heel ander product met die foto's bedenken. En misschien hebben jullie daar ook ideeën over. Dat is leuk om het daar over te hebben. Om een paar voorbeelden te geven van foto's die dan kaarten zijn geworden. Het zijn toch uiteindelijk vaak door de tieners zelf bedacht en in scène gezet. Dus dat zijn echt wenskaartenthema's. Hè? Dus liefde, geboorte, verjaardag, vriendschap. Maar soms gebeurt het ook spontaan. We gaan soms ook op fotografiereis en we waren aan het rijden en we moesten heel even pauzeren. We weten nog steeds niet waarom, maar die kinderen die stonden daar met die bloempjes. En nou, het is echt een hele goed lopende kaart in Duitsland geworden. Nou, en de derde stap is natuurlijk erg belangrijk. Het geld. Zorgen dat het geld goed besteed wordt bij die tieners. En dat is best wel ingewikkeld, want we willen ook dat per tiener de helft van de opbrengst naar die tiener gaat van zijn of haar eigen foto's. Dus als de ene foto beter verkoopt dan de andere foto, dan verdient diegene ook meer dan de ander. En daarmee stimuleren we ze ook om echt goed op te letten tijdens de lessen. Van wat is er nou een goed lopend kaart voor een foto en wat niet. Maar ja, ook dan, aan wie geef je het geld? Geef je dat aan die tiener? Geef je het aan de ouders? Hoe zorg je dat er niet alcohol of drugs mee gekocht wordt door die ouders? Dus wij beheren dat geld. En als ze dat geld nodig hebben, komen ze naar ons. En dan moeten ze dat wat ze besteden aan school of aan hun huis ook verantwoorden met bonnetjes. Dus daar zit een heel controlesysteem op. Want wij beloven ook aan de klant dat geld wordt besteed aan huisonderwijs en huisvesting. En dan, oké, een toekomstplan. Maar ja, hoe zorg je dat ze iets kiezen wat zij willen en niet hun ouders? Of hoe zorg je dat dat zelfvertrouwen niet omslaat naar een of andere arrogantie? Dat heb ik ook zien gebeuren. Van ja, nu heb ik een camera, nu heb ik geld. Ik ben er. En zorgen dat ze wel hard blijven werken. Allemaal dingen die me lekker van de straat houden. Nou, de resultaten tot nu toe, die hoef ik niet voor te lezen. Dat kunnen jullie zelf ook lezen. Maar wat wel leuk is om te vertellen, is dat we, behalve dus dat we met vrijwilligers werken, die op ons kantoor dus de lessen komen geven, doen we ook twee keer per jaar een fotografiereis. Dus dan kun je samen met de jongeren reizen naar de bergen van Peru, naar een niet al te toeristisch gedeelte. En sowieso, omdat je met de jongeren werkt, voel je je niet een toerist. En kun je van elkaar leren. Dus de jongeren leren heel veel van jouw kennis over fotografie en je kennis over de markt. En je kan van hun heel veel leren over hoe zij in het leven staan. En de Peruaanse cultuur natuurlijk. Nou ja, de resultaten, dat is natuurlijk op cijfertjes, dat zegt eigenlijk niet zo heel veel. Het belangrijkste is natuurlijk de ontwikkeling van de jongeren zelf. Nou, op onze website staan er allemaal filmpjes over, dus dan kun je de jongeren zelf horen praten. Maar ik zal even, als ik nog tijd heb, een klein één voorbeeldje noemen. Dus dat is Angeles. Zij is net 18 geworden en al 2 jaar bij ons bezig. En zij is eigenlijk een mooi voorbeeld van een migratiegezin in Peru, wat van de bergen in Peru naar de kust trekt. Er zijn er een heleboel van. Op zoek naar een betere toekomst. En Angeles is daar één van. Ze staat daar met haar moeder op de foto. En die moeder, ja, die heeft eigenlijk heel veel verdriet gekend. En daardoor heeft Angeles een moeilijke jeugd gehad. Die moeder heeft van haar 6 kinderen 2 zonen verloren. De ene zoon aan een schietpartij waarbij haar zoon per ongeluk werd doodgeschoten omdat ze dacht dat het iemand anders was. En haar andere zoon was op het land bezig en heeft per ongeluk landbouwgif op de een of andere manier binnengekregen. Dus die moeder was daar kapot van en ze is ook gescheiden. Dus met de 4 kinderen die ze over had, is ze naar de kust gekomen. En is bij die vuilnisbelt waar ik het net over had terechtgekomen. Daar gaan de mensen dan vaak een stukje land kraken in eerste instantie. En dan proberen dus van producten die op de vuilnisbelt liggen daar dat te verkopen om in ieder geval te beginnen om iets te verdienen. En Angeles heeft vanaf haar 6e haar moeder daarin meegeholpen. En via die organisatie die dus bij die vuilnisbelt werkt, is Angeles bij Fairmill terechtgekomen. En nou, ze doet echt hartstikke goed. Ze heeft nog relatief weinig verdiend. Maar ik heb goede hoop dat dat nog goed komt, omdat ze nu echt aan het bloeien is. Iedere tiener komt natuurlijk op een ander moment tot bloei. En ze is nu zich aan het voorbereiden om op de Nationale Universiteit te gaan studeren, maatschappelijk werk. En deze maand is het toelatingsexamen, dus we gaan allemaal hard duimen. En een paar van haar foto's, zij is dol op portretten.
Dit is gemaakt tijdens een van die fotografiereizen. Waarbij ze dan let op de lijnen en de kleuren. En dit is ook een heel eigen project van haar geweest. We proberen één keer per jaar een expositie te doen. En zij heeft als thema gekozen de oudere bevolking van het dorp waar we wonen. Dus in zwart-wit. Dus ze heeft die mensen geïnterviewd en ze geprobeerd zo authentiek mogelijk op de foto te zetten. En dit komt dan uit bijvoorbeeld een fotospeurtocht doen we dan. Van oké, je krijgt een lijstje mee, je moet zo snel mogelijk die dingen vinden. En dit was dan zoek een kleurrijke foto met de gulden snede. Dit was een andere oefening, dat is een kaart geworden. Dus dan krijg je één object en dan moet je 5 totaal verschillende foto's van maken. En er is deze uitgekomen. En dit was ook geinig. We hebben eerst met afval verzameld op het strand. Want helaas in Peru is het strand heel erg vervuild. Met plastic natuurlijk en zo. Dat hebben we eerst verzameld en hebben ze zelf die vliegers van gemaakt. En daarna foto's van gemaakt en die kleine meisjes, die twee linker, dat is een tweeling en dat zijn haar eigen nichtjes. Dus dat is een leuke, dromerige foto geworden en ook nu een kaart in Duitsland. Nou ja, dit is in het kort het verhaal over mijn droombaan. En nou ja, mocht je geïnspireerd zijn om eens na te denken of je het leuk vindt om mee te gaan op reis, of misschien vind je het wel heel leuk om te komen lesgeven in Peru, of heb je goede ideeën over nieuwe producten of afzetmarkten, dan spreek me even aan of noteer mijn e-mailadres. En kom lekker bij ons op Facebook. Dat is ook altijd gezellig. En in ieder geval bedankt voor de aandacht. En fijne middag nog.